Deze COVID-19-pandemie presenteert enorme uitdagingen voor de regering. Ook in Suriname merken we dat de pandemie zich snel aan het uitbreiden is. We zien een landelijke stijging van positieve gevallen. Deze stijging is waargenomen in Marowijn, Sipaliwini, Paramaribo, Wanica en Para, terwijl met volle inzet eraan gewerkt wordt om de spreiding van het virus in te dammen, merken we op dat de besmettingen die plaatsvinden weliswaar verspreid zijn, maar zich manifesteren op vooral plekken waar er veel mensen bijeenkomen. We zien thans een uitgroei naar het zuiden van Paramaribo, grenzend aan Wanica. Als we de cijfers en de uitwerkingen van de epidemiologen bekijken, zien wij dat het aantal besmettingen dagelijks toeneemt. Hiermee neemt ook de druk op onze zorgcapaciteit toe. Door de toename van het aantal besmettingen ontstaat een schaarste aan locaties om de personen die positief zijn te isoleren. Als deze situatie zich zo blijft ontwikkelen, betekent dit dat mensen in hun thuissituatie geïsoleerd zullen moeten worden. Het risico voor verdere verspreiding van het virus zal hierdoor toenemen. Het is zaak dat we met ons allen het virus moeten indammen door elke mogelijkheid van spreiding tegen te gaan. We gaan dat doen terwijl we ook de ruimte scheppen om langzaam terug te gaan naar normalisering. Immers, we weten dat COVID-19 niet meer zal verdwijnen. We moeten ons daarom weerbaar maken en weten hoe door te gaan met het leven waar COVID-19 ook een deel van uitmaakt. Ik vraag u daarom om de combinatie van mond-neusbedekking, fysieke afstand en handen wassen in acht te nemen. Als we met ons allen deze maatregelen naleven, pakken we een groot deel van het probleem aan. Het is in uw belang, in het belang van uw kinderen en het belang van de gehele natie. Vanaf zondag 26 juli tot en met maandag 10 augustus zullen additioneel de volgende maatregelen gelden voor het geheel grondgebied. 1. Het uitgaansverbod wordt ingesteld van 21 uur, dat is 9 uur 's avonds in de avond, tot 5 uur in de ochtend. 2. Samenscholing van meer dan 5 personen is verboden. Dit verbod geldt onder andere voor feesten in de publieke en private sfeer, in gebedshuizen en overige religieuze bijeenkomsten en bij het overbrengen van condolences bij uitvaarten. 3. De opening van restaurants en andere eetgelegenheden wordt zoveel als mogelijk beperkt tot afhaalservice, met uitzondering van restaurants met terrassen en voldoende open ruimte waar men met inachtneming van de algemene maatregelen de fysieke afstand en de hygiëne kan garanderen. 4. Alle sportscholen en centra zijn tot nader orde gesloten. Ook contactsporten zijn niet toegestaan. Alle sportactiviteiten die in de buitenlucht plaatsvinden, mogen uiteraard plaatsvinden, gezien de buitenlucht bijdraagt tot de versterking van de gezondheid. Onverkort blijft van kracht dat contactsporten niet zijn toegestaan. 5. Alle besloten faciliteiten, zoals casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, bars, clubs, dansings en bordelen zijn gesloten. 6. Contactberoepen, zoals kapsalons, barbershops en binnen de fysiotherapie, mogen wel operationeel zijn onder de voorwaarde dat er voldoende ventilatie aanwezig is in de werkruimte en de algemeen COVID-maatregelen worden nageleefd. 7. Markten blijven vooralsnog geopend, wederom met inachtneming van de algemene COVID-maatregelen.
De opzet van alternatieve markten, bijvoorbeeld drive-through markten, wordt bekeken. 8. Het onderwijsproces voor de examenklassen op alle niveaus blijft gehandhaafd met inachtneming van de door het ministerie ontwikkelde COVID-19 preventieprotocollen. 9. De operatie Dringdresi Waktisiki gaat onverkort verder. De minister van Buitenlandse Zaken zal nadere gesprekken voeren met de buurlanden over de wijze van samenwerking bij de grenzen. 10. De overheid en het bedrijfsleven blijven indachtig de bevordering van productie en ontwikkeling normaal hun diensten leveren. Dit met inachtneming van de COVID-19-protocollen. 11. Essentiële diensten die tijdens het uitgaansverbod productie moeten leveren, kunnen daarvoor dispensatie aanvragen. Ook bij de levering van die diensten moeten de COVID-19-maatregelen in acht worden genomen. De regering gaat de komende week met de verschillende sectoren en organisaties gesprekken voeren ten einde te komen tot de bijstelling van de bestaande protocollen of de vernieuwing daarvan. Indien aanpassingen met betrekking tot de maatregelen nodig zijn, zullen deze tussentijds worden bekendgemaakt. Ik maak van de gelegenheid gebruik om mijn dank te betuigen aan de zorgsector en allen die in de eerste linie staan in de bestrijding van de gevolgen van het virus. Alle inspanningen uit binnen- en buitenland, donaties en assistentie zijn opgemerkt en worden op prijs gesteld. Aan de vooravond van het offerfeest Eid al-Adha mag ik u bemoedigen dat het offer dat wij nu met elkaar brengen zal leiden tot de grote overwinning voor ons allen in ons zo geliefd Suriname.